Maar gelukkig hebben mensen nu om me heen een foundation opgericht. Pieter Visser Foundation, die voor arme kinderen, gehandicapte kinderen en ook spelers die dan in de min komen, om die te helpen. En die foundation, daar is ook mijn boek voor geschreven. Willem Visser heeft dat boek gedaan. Dat promote ik, dat boek. Niet voor geld voor mij of Willem Visser. We hebben gezegd, dat boek moet verkocht worden. Alle gelden van Willem Visser, de schrijver en mij, komt in de foundation om gehandicapte kinderen, maar vooral ook arme kinderen nu in Afrika, die op de straat talent hebben, maar geen toekomst hebben. Die hebben niet eens een bal. En die probeer ik op het... Ik heb nu een veldje aangelegd in Afrika, in Ghana, met mijn voetbalzoon Godwin Atram. En die traint die jongetjes nu. En we zijn nu een gebouw, geweldige academie aan het bouwen, halverwege. Dus er moet nog veel gesponsord worden. Dus ik doe een beroep op mensen. Koop mijn boek of doe een sponsoring. Het is voor een goed doel, voor arme sloebers die nooit de kans hebben, maar barsten van talent, dat zie ik. En die probeer ik op het paard te zetten in die academie. Dan kunnen ze eten, dan kunnen ze trainen elke dag, maar ook nog komt er een schooltje in de academie. Heel mooi streven. Ja, en, er komen, en dat, daar heb ik nu foto's van, dat kan je ook al zien op de Pieter Vissers site. Dat daar de jongens eerst op zand en allerlei gekke kleding en zonder voetbalschoenen. En nu zie je ze al op een mooi kunstveldje, helemaal omringd door muren. En verlichting erop, dat ze ook 's avonds kunnen trainen. En mooie tenues hebben ze aan. Adidas heeft me daarmee geholpen. En veel vrienden hebben al kleine donaties gedaan. Maar we willen daar een top academie neerzetten om de arme kinderen daar een voetbaltoekomst te geven. En als die voetbaltoekomst niet lukt, dat ze scholing krijgen in de academie, dat ze iets anders kunnen doen.